De Tweede Kamerfractie van GroenLinks kwam vanmiddag op bezoek in de Hetwiegepolder. Uiteraard waren de anti-ontpolderaars ook van de partij. Maar GroenLinks blijft voorstander van ontpolderen. We weten eigenlijk uit alle onderzoeken die al tot nu toe gebeurd zijn, dat er geen alternatief is. Als je die natuurschade wil compenseren, en dat hebben we afgesproken, dat besluit staat, dan is de beste plek om dat te doen, is hier. En ik denk dat het kabinet geraakt is door de passie van de mensen hier. Dat raakt je ook. Maar wat dan niet de weg is, is om dan met valse hoop af te schepen. Maar de anti-ontpolderaars hebben er vertrouwen in dat staatssecretaris Bleker de polder redt. We hebben geteld dat 93 Kamerleden bereid zijn de staatssecretaris te steunen in zijn zoektocht naar alternatieven. Dus waarom zouden wij valse hoop hebben?